Hoeveel de, per dag? Uh, rond de 5 6000 uh, calorieën per dag. Dus, uh, dat moest eigenlijk van mijn vader, die was niet in hetzelfde gewicht. Ja. Dat je niet tegen elkaar over het woord ja, klopt. Ja, klopt. Hij zei geen broedermoord. Ook oh, krijg geen je 5-6.000 ja. calorieën ja. per dag. De, ja, gewoon een boordje meer dan Marcel eten en een maaltijd meer. En dan uh, is het wel en veel een zei hij voor dat. Ja, ook veel chocolamel na de training. Uh, chocolamel ja, want, en, en waren jullie het daarmee eens? Want je vader zei dus geen uh, broedermoord. Dus stel, je was in diezelfde klasse gebleven. En je, ja, jullie hebben dus al op WK's, EK's, junioren en onder 23 het supergoed gedaan. En willen nu voor die Olympische uh, Droom gaan. Hadden jullie dat zelf gekund? Om tegen elkaar in een bewijs van de Olympische Finale te staan? Uh, ik denk het eigenlijk best wel. Ja? Maar uh, ja, het was eigenlijk geen keuze van ons uh, als mijn vader het zegt. Zou wereldverhaal... <laughs> het zou wel een wereldverhaal geweest zijn, zeg. Twee ja, broers ja. die... Oh, ja. We hebben wel een keer meegemaakt dat we in elkaars gewichtscategorie zaten. Yes. En toen moest van mijn vader een, een coinflip doen en diegene mocht naar de finale. Oké. Okay. Ja. En ging het ook via een coinflip wie dan de ja. gewichtsklasse hoger zou nee, gaan? Dat, of dat, dat was dus... gewoon ja, best wel simpel, want ik had altijd ietsjes meer. Oké. Okay. Uh, Zeker. Dit is eigenlijk ook precies gebeurd bij de film Iron Claw, dat ze een coinflip moesten doen. Yeah. Dat was ook grappig om te yeah, zien. Yeah. Yeah.